Titus 2, daar hebben wij vorige week in Harnisveld ook behandeld, 2 vers 13. En vorige week hebben we dat ook even doorgenomen, de verwachtende zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Zullen we eens openen in gebed? Vader, ik wil u danken. Dank u dat we hier bij elkaar zitten. We danken u voor het evangelie van uw genade. En de zaligmakende genade Gods, Vader, die hebben we zo nodig elke dag. Niet alleen voor onze redding, maar ook voor ons dagelijks leven. Wat we ook net in het eerste gedeelte hebben gezien. Hoe wij omgaan met schuld. Dat is zo belangrijk voor het verloop van ons leven en hoe wij dan in dit leven staan, Vader. En we zijn blije mensen, Vader, daardoor. En daar dank ik voor. Wilt u ook licht nu weer geven hierop? Op de zalige hoop, Vader, die wij hebben. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed. Nou ja, vers 11, 12, dat hebben we al behandeld. En vers 13 heb ik ook al het een en ander over gezegd. We kijken uit naar de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Ja? Nou, Gods plan is dus, we hebben vorige keer gehad over je hebt de komst van de Heer in de lucht. He, dat wij hem tegemoet gaan, en daar gaat hij het over. En je hebt nog een komst, ja, dan komt hij op aarde. Ja, dat hij zijn voeten op de Olijfberg, zo ging hij weg en zo zal hij ook weer terugkomen. Maar het is allemaal een onderdeel van het plan van God. Ja. Efeze 1 vers 10, ja, daar zegt hij toch dat, hè, dat hij in de... Laten we maar even lezen, Efeze 1 vers 10. Want ja, ik geef niet zo gauw titels vooraf, meestal achteraf, maar... Ik heb nu gezegd, de titel hieraan geeft de opname. Wat verwachten wij dan eigenlijk? Als je aan de opname denkt. Nou, wat zei ik? Efeze 1 vers 10. Nou, wij zijn onderdeel van een groot plan. Dat weten wij. Als genadegelovigen weten we dat als geen ander, toch? Kijk, Efeze 1 vers 10 of in vers 9 zegt hij dat aan ons bekend gemaakt hebbende. Dat staat in de Bijbel, hè? En toch, velen hebben er niet van gehoord. Wat staat er wel? Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus wat wij nu lezen, dat heeft hij in zichzelf verborgen gehouden. En dat heeft hij nu bekendgemaakt. Hoe? Via Petrus, via de Heer Jezus? Nee, via de apostel Paulus. En daar staat dan, wat is dat dan? Om in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is een bedeling, daar leven wij dus nu niet in. Hè? Wij leven nu in de bedeling der genade. Dit is een bedeling die gaat nog komen. Ja? En wat is het dan in die bedeling? Dan is het af. Want dan zie je dat alles, dus alle dingen, worden tot één vergaderd in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En daar draait het om. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar draait het om. En dat plan. En de hemel en de aarde zijn allebei in zonde. Zijn allebei onder heerschappij van Satan. En niet in Christus. Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Als je om je heen kijkt, kan je toch niet zien, we leven in het Koninkrijk Gods? Absoluut niet. Nee, dat gaat komen. Dat is, zometeen zal alles in Christus zijn. Dat is zijn plan. Maar ook wat in de hemel is. En dat was uniek. En dat plan, dat wist dus niemand. Maar het plan van God is in zijn totaliteit dus, wat in de hemel en op de aarde is, is dat God zijn Zoon verhoogt. Zal in de hemel ons op aan. Het draait allemaal om Christus. De Bijbel, het draait allemaal om hem. Ja? En ga met me mee naar Isaiah 49, vers 3. Dit is even wat inleiding in verband met de opname. Wat verwachten wij dan? Nou, dat is een onderdeel van het plan. Isaiah 49, vers 3. God zal in zijn Zoon verheerlijkt worden. En niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Ja, 49 vers 3. En hij heeft tot mij gezegd, mij met een hoofdletter, ja. Gij zijt mijn knecht Israël. En hier staat met hoofdletters, en ik denk ook dat klopt. Hè. Israël is ook inderdaad zijn volk natuurlijk, alleen als het in Christus is. Maar Christus zegt in Johannes 15, wat zegt hij daar? Ik ben de ware wijnstok. Dat wil zeggen, ik ben het ware Israël. Die in mij blijft, ja, dus je moet in hem zijn, wij zijn ook in hem. Maar wij zijn niet in de ware wijnstok hoor, want dan heeft hij het heel duidelijk over ik ben het ware Israël.
Nou, dus hij spreekt hier over, God zegt tegen zijn zoon, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Dat is een profetie. En Christus zegt later ook, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de knecht, ik ben het ware Israël. En God zal in Christus verheerlijkt worden. Dat hij de eer krijgt, dat het om hem gaat. We zitten in Jesaja 2, ik heb dat vluchtig vorige week even gelezen. We gaan er nog even naartoe, Jesaja 2. Dat je begrijpt dat die verheerlijking, wat wil dat zeggen? Het woordje eer zit erin. Wij kennen toch ook wel het woordje van persoonsverheerlijking. En dan hebben we het over het algemeen, is dat negatief bedoeld. Dat zie je dus met die fascisten altijd. Zie je die cultus, die persoonsverheerlijking. In Korea, die communistische landen. Het is allemaal persoonsverheerlijking. Het gaat allemaal om de lijden. Ja? Dat is die verheerlijking. Hij wordt verheerlijkt. Glorified, zeggen ze in het Engels. Glorified, zie je dat woordje gloriëren in. Glorie zit erin. Dat is wat het betekent. Maar dat is wat de mensen doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat God zal verheerlijkt worden in zijn Zoon Jezus Christus. En dat zie je hier ook in Jesaja 2 vers 11 staan. In de dag, dat is, gaat over de dag des Heren. En in vers 11, de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. Elk hoogmoedig mens zal vernederd worden. En dat zijn dus niet de gelovigen dan. Hè? Dat zijn degenen die God weerstaan. Die de Messias weerstaan. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen, kijk, zal in die dag verheven worden. Dan heb je het weer. De Heere, Jehovah, zal in die dag verheerlijkt worden. En wij weten, als we naar openbaring gaan, over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus Christus. Hij zal op de troon zitten. En hij zal heerschappij uitvoeren boven alles en iedereen. Want de dag des Heren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. Ja, wat is, Paulus spreekt over Satan en het oren van Satan. Wat is dat? Dat is toch de zonde en de trots? He, in het Engels is het mooi. He? Wat is het probleem met pride, trots, middelste letter is I, ik. Het zonde, sin, ook ik, I. Ja? En daar gaat het om. Je zal je toch echt moeten vernederen, wil jij gered worden. Ja? Dus iedereen die nog hoogmoedig is, die zullen vernederd worden. Maar op een andere manier, ja? Niet vrijwillig. Wij hebben onszelf vrijwillig vernederd en gebogen voor de Heer Jezus en hem aangenomen. Maar er zijn een heleboel die doen dat niet. En wij hebben erkend dat hij hier is. Maar dan zal het gedwongen gaan gebeuren. Want het gaat om dat Jehovah God, die zal alleen hij zal verheven worden. En je ziet het ook in vers 17. De hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen hij zal in die dag verheven worden. Dat is allemaal nog toekomst. Dan komt het oordeel hier op aarde. En in vers 21. Gaande in de reten der rots en in de kloven der steenrots. Als hij naar beneden komt, hè. Met zijn engelenlegers om te oordelen. Dan zullen de mensen, kijk, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich zal opmaken, kijk, om de aarde geweldiglijk te verschrikken. En dan gaat hij de wereld zuiveren. En hier spreek je nog over de aarde. Paulus zegt, wacht eventjes, niet alleen op aarde, maar ook gaat hij in de hemel alles terugbrengen in Christus. Hier gaat hij de aarde in Christus terugbrengen. En dan wordt zijn zoon die wordt verhoogd. Kijk in 33 vers 10. 33 vers 10. Dan zien wij staan. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Kijk, nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Denk hierbij aan. Ja, daar zou hij gaan opstaan. Hè? En Christus was ook opgestaan. Stefanus zegt, ik zie hem staan. Staan aan de rechterhand van God. Hij was al reeds naar beneden onderweg. Ja? En toen werd Paulus geroepen. Maar als we dan naar openbaring gaan, dan zie je dat Christus inderdaad is opgestaan. Ja? En dan zie je dat hij komt oordelen. En dan zie je dat hij gaat optreden. En dan zal hij verhoogd worden. En dan zal hij. Oké, dat is nu door de bedenigde genade nog steeds niet gebeurd. Maar kijk, je ziet, het gaat gebeuren. Hè? Hij gaat opstaan en dan zal ik verhoogd worden. En alle hoogmoedige mensen, en dat is elke zonde die niet gered is, die zal
ja, vernietigd worden. Nou kijk, als je zit nog in Jesaja, hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, Jesaja 13. Dus we spreken hier allemaal over het verheven van Jehovah God op aarde. Want daar komt hij, zijn vijanden, gaat hij daar vernietigen, die de Messias niet hebben aangenomen. Nou, en waar begint het? Het begint in hemel. Daar begint het. En dat zie je hier wel zo staan, maar niet dat men dat toen nog begreep. Hè. Het is door apostel Paulus dat wij dat nu begrijpen. Maar Jesaja 13 vers 13. Daarom, kijk, zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verborgenheid des Heren, de Heerschade en vanwege de dag zijn hittige toorns. Dus waar begint het? Nou, wat het eerst vermeld staat, daar begint het. Dat is in de hemel. En dan zie je, daarna zal de aarde bewogen worden. De aarde zal ook, kan je het voorstellen, waggelen. Ik heb nou over, van de NASA wat filmpjes bekeken. Dat is echt fascinerend over hoe de aarde eruit ziet. En met de zon vergeleken allemaal. En dan zie ik, de aarde is echt heel groot. Het is echt groot hoor. Weet je niet, want je ziet hoe groot de aarde is. En er zijn wat planeten, die staan tussen ons en de aarde en de zon in, geloof ik. Ik weet niet welke het zo gauw zijn. Die zijn wat kleiner, maar dan gaan ze laten zien hoe verder je weg, dan zitten planeten bij. Die zijn, dat is de aarde een speldeprikje. Dat is gewoon niks. Dan heb je een planeet. Ja, het is gewoon, eigenlijk heb je helemaal niks hiermee te maken, maar ik vind het leuk om te vertellen. Dat duurt, wil jij nu om de aarde heen vliegen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe lang je erover doet. Dat kunnen ze toch wel in een dag, denk ik. Of niet met vliegtuig? Ja, toch. Maar daar doe je 1100 jaar over om er een rondje omheen te vliegen. Kan je je voorstellen hoe groot die is? En dan denk ik bij mezelf, en die schepper van de hemel en aarde die ik dan ken. Als je nu al vanuit de ruimte kijkt, zie je al helemaal niks. Dan zijn wij speldenprikje, zeg je dan. Maar als je de aarde dan ziet, vergeleken steeds verder, dan is dat helemaal niks. Zo klein, dan zijn wij gewoon de kleine molecules. En dan denk je, en die schepper heeft zich gelijk aan mij gemaakt. Aan ons mensen, op die wereld. Dat is onvoorstelbaar. Maar het gaat daar in die hemel. Wat is die hemel? Nou, gaan we eens kijken voor de aardigheid. Met al die de galaxies, hoe noem je het, zonnestelsels. Het is onvoorstelbaar zo groot hoe dat is. En hoe uniek dat in elkaar zit. En dat is dus de tweede hemel. Wij denken heel gauw zo'n beetje in die sfeer om de aarde heen alleen. Dat is ook zo. Maar die tweede hemel is zo gigantisch. En daar zullen wij... Dat is dus nu in vijandschap. Daar is Satan Heer en Meester. En daarom begint het eerst daar. Want wat hebben wij boven dat hele stelsel? Dan hebben wij de derde hemel. En die derde hemel, die gaat naar beneden. Die komt. God gaat op aarde wonen. En dan is die duisternis ook weg. Ik ben zo benieuwd hoe het dan, als die duisternis, want dat is een uitwendige manifestatie van de duisternis, Satan, die daar heerst. En dat is zo meteen, dus dan is het fysiek zichtbaar, zeg maar. Het is donker. Maar als die weg is, dan is dat ook licht. Hoe zal dat eruit zien? Als je nu naar die planeten kijkt, dan zie je al, het is fascinerend hoe mooi die er al uitzien. Fascinerend. En dat is, dat gaan wij dus, maar daar begint dat dus, ja. Daar gaat hij dus, het begint in de hemel en dat zal helemaal, kijk in 34 vers 5. 34 vers 5. Kijk, mijn zwaard is, waar is een zwaard voor? Is om te oordelen. Is dronken geworden in de hemel. Zie je, daar is het begonnen. Het zal ten oordele nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbonden ban heb. Dus je ziet, het begint in de hemel te oordelen en het eindigt op aarde. En als je, ik ga daar niet heen, maar als je Deuteronomium 32 vers 22 erbij pakt, dan zie je, dan zal het zwaar nederdalen tot in de onderste hel zal het bernen, branden. Zo diep zal het gaan. Dus Satan gaat ook mee. Hij is uit de derde hemel gevallen, is nu in de tweede hemel. En dan komt hij op aarde. En uiteindelijk wordt hij in de put opgesloten. En daarna valt hij nog verder in. Hoe heet het ook weer? De poel des vuurs. Ja, dat is het plan van God. Ja? En daar maken wij dus deel van uit. Ons deel is in dat verborgen hemelse deel van dat plan. Wat in de hemel is. Dat moeten we goed begrijpen. Want het onderwerp is, wat verwachten wij met de opname? Het verwachten van de zalige hoop, waar Titus over spreekt, is meer dan alleen de opname en naar de hemel gaan. Want zo denken degene, ik wist ook van de opname, nou ik ga naar de hemel. En dan komt hij me halen. Gelukkig wist ik dat heel snel toen ik gelovig was geworden.
En ja, dat was eigenlijk wat ik wist, ja. Zonder dat hele gebeuren wat er ook allemaal nog plaatsvindt, wat Paulus ons deelgenoot van maakt. Want dit staat wel niet bij Paulus, maar het is wel door Paulus dat jij nu zicht hebt op het hele plan van God. Want we spreken hier natuurlijk wel over de aarde, maar hij zegt het begint in de hemel. En wij begrijpen nu, zij niet begrijpen, wij begrijpen waarom. Ja, want het is Paulus die dat heeft ons geopenbaard. Dus als wij worden opgenomen, wij verwachten, wij zien uit naar de zalige hoop. Dus wij zien uit naar Christus, dat hij ons komt halen in de lucht. Dan is dat niet alleen een nieuw lichaam en een nieuwe omgeving en een nieuwe relatie. Dat we daar zijn, weet je wat, zal totaal anders zijn. Het is natuurlijk enorm fascinerend. We weten er nog niet heel veel van. Ja, maar wel dat het gaat gebeuren. Dus, maar dat is mooi, ja. Maar het is meer dan alleen dat. Kijk, gaan we mee naar Efeze 4. Paulus die heeft het over de zalige hoop. We zien uit naar de zalige hoop en verschijning. En wat die zalige hoop, in het Engels zeggen ze de gezegende hoop. En Efeze 4 spreekt over de hoop van roeping. Efeze 4. Vers 4, ja, de eenheid des geestes, onderdeel daarvan is één lichaam, is het één geest, gelijk is en gij ook geroepen zijt tot de hoop, gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Dat hebben we vorige keer ook over gehad. Hij zegt niet voor niks één hoop uw roeping, want Israël heeft ook eigenlijk een hoop van hun roeping. Dat is ook Christus, dat is ook dat ze opstaan, ook dat ze de aanneming tot kinderen zullen ontvangen als ze in het koninkrijk zijn. Ook dat ze vergeving ontvangen. Maar Christus is ook hun hoop. Maar we hebben natuurlijk, we kunnen geen twee hopen door elkaar hebben. Je zei net al, na de eerste preek, van ja, daarom kunnen we dat, het is nou weggeveegd. Maar die twee dingen kunnen natuurlijk niet gaan door elkaar inhalen. En dat is met alles zo. Dat is ook met de hoop van hun roeping en onze roeping. En dat is natuurlijk Christus. En daar zien we naar uit, dat is de opstanding. En kijk met mij even in hoofdstuk 1, vers 18. God, wat erven wij, wat is onze redding? Wij hebben een erfenis, toch? In vers 14 spreekt hij over dat de Heilige Geest het onderpand van onze erfenis. En die erfenis zullen wij eenmaal ook, we hebben het reeds, maar we gaan het pas echt beërven, fysiek natuurlijk, als wij worden opgenomen, dan gaan we naar die erfenis toe, die wij reeds al gekregen hebben. Je kan natuurlijk nu ook een erfenis vastleggen en dan kan je allerlei dingen op gaan schrijven die je kinderen gaan krijgen. Dan is het al voor hun, maar ze hebben het nog niet. Want dan krijgen ze pas als de erflater natuurlijk doodgaat. Dan krijgen ze het wat eigenlijk al van hun is. En zo is bij ons ook. Die erfenis, ja, het zal pas werkelijkheid zijn als wij ja, op de dag van verlossing, als de zalige hoop ons komt halen. Ja? Maar goed, het erfenis is het eeuwig leven in de hemel. Daarboven, kijk in vers 18. Paulus' gebed is... in vers 17, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat hebben we sowieso nodig. We hebben de geest. Het is niet zo dat hij moet ons nu nog even weer de Heilige Geest gaan geven. Nee, dat bedoelt hij niet. De geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. Dat zegt hij erachter, dat om hem beter te gaan kennen, dat dat geopenbaard wordt. Het staat allemaal in zijn woord, maar zijn geest moet ons verlichte ogen geven. Vers 18. Van mijn verstand, geestelijk verstand. Kijk, waarom? Opdat gij moogt weten of gaan begrijpen, welke is de hoop van zijn roeping. Heb je het weer? De hoop van zijn roeping. Wat is dat? Is dat de opname? Ja, dat is de opname, dat is de opstanding, dat hij ons komt halen. Maar wat is het nog meer? Kijk, welke de rijkdom is der heerlijkheid, zijn er erfenis in de heilige. Ik erf toch wat? Ik heb een erfenis, ja. Maar Christus erft ook wat. En dat erft hij via het lichaam van Christus. En dat krijgt hij dus net zoals... Hoe krijgt... Ja, we hebben het net... Israël, hè? Hoe krijgt... Alles zal eenmaal in Christus vergaderd worden. Hebben we net gelezen. Efeze 1, vers 10. Hoe krijgt hij dat op aarde terug? Via het volk Israël. Ja? En zo is het bij ons ook. Zo is het bij ons, is het via het lichaam van Christus, ja. Hebreeën 1, vers 2. Kijk, ook nu weer, door Paulus ga ik deze tekst ook in het licht van apostel Paulus zo lezen. Want er staat hier over de Heer Jezus, welke hij gesteld heeft
tot een erfgenaam van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. God heeft Christus tot een erfgenaam van alles gemaakt, van alle dingen. Dat wil zeggen alle dingen die in de hemel en op de aarde zijn. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En de wereld, in de kanttekening, wat is de wereld? Ik kijk dus naar het filmpje van de NASA. Is de wereld de aarde alleen? Dat zou ik ook leuk om te weten. De aarde is de enige planeet hier die niet naar een afgod genoemd is. En toen dacht ik, ja inderdaad. Want je hebt Saturnus, Venus, noem ze maar op. Het zijn allemaal afgoden uit die tijd. Toen ze die zagen, hebben ze namen gegeven. De aarde is het enige die aarde heet. Heeft geen naam, dat vond ik wel bijzonder. Maar in ieder geval, wat is de wereld? Zag ik de wereld, zie ik dan alleen die aarde of zie ik dan de hele kosmos? In feite is dat ook de wereld. En dat is ook de kanttekeningen, die begrepen dat ook. Die schrijven ook erbij van dat in het Grieks staat er eeuwen, zoals in 11 vers 3 ook staat. En dat betekent de wereld met alles wat daarin is. Net zoals in Johannes 1 vers 3 ook, hij heeft dat Christus, hij was God en door hem zijn alle dingen gemaakt. In Colossens 1 vers 16 ook, heeft hij ook alles gemaakt, wat? Dat in de hemel is en dat op aarde is. Dus hij is een erfgenaam van alles. Dus Nick begrijpt nu inderdaad, niet alleen van de aarde, maar ook van de hemel. Dat was noodzakelijk, want het moet in Christus teruggebracht worden. Dus hij is de erfgenaam van alles en wij erven met Christus, wat? Dat wat in de hemel is. Dat gedeelte van de wereld. En dat op aarde is, dat erft Christus via het volk Israël. Dus Israël erft met Christus de aarde. Zij zullen de aarde regeren. Wij erven met Christus, wat recht zegt Romein 8 vers 17, geloof 17. Wij zijn, Christus is de erfgenaam van God en wij zijn mede-erfgenamen met Christus. In Efeze zegt Paulus het ook, hè. Dat de verborgenheid, dat wij zijn mede-erfgenamen, zijn de belofte in Christus Jezus. Hij is de erfgenaam. Maar let op, rechtsnijden, erfgenamen van datgene wat in de hemel is. En dat is het plan. Ik ga mee naar Colossenzen 3. En dan zal niet alleen wat op aarde is, alles verheven worden. Dan zal hij verheven bedoel ik worden, de rest niet. Maar in de hemel exact hetzelfde. En Colossenzen 3 vers 4 spreekt ook over die toekomst. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn. Dus als hij, wanneer zal geopenbaard zijn, wat is dat dan? Nou, zijn verschijning, als hij verschenen zal zijn. Wanneer zal hij nog verschijnen? Wanneer zal hij zich nog openbaren? Aan wie? Aan ons hebben we het hier over. Lichaam Christus, dat is als hij... Wij zien uit naar de zalige hoop als hij naar beneden komt in de wolken. Wij gaan hem tegemoet. Maar blijven daar ergens in de lucht hangen dan? Nee. Kijk, als hij dus, hij is ons leven trouwens. Als hij geopenbaard is, als hij aan ons zal verschijnen, zeg maar. Dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik weet niet of je wel eens afgevraagd hebt wat dat betekent. Wat betekent dat dan? Dat laatste, dat eerste snappen we nog wel, geopenbaard komt hij ons halen. Maar dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Hoezo dan? Zien wij elkaar dan in de lucht? Nee, dat is de locatie waar wij naartoe gaan, in de heerlijkheid. Wij zullen met hem in die heerlijkheid geopenbaard worden. Wij zullen daar geopenbaard worden en daar ook verschijnen, zeg maar. Verschijnen wil zeggen, er is niemand en opeens komt iemand en dan verschijnt hij. Ja? Nou, in de toekomst. Wij gaan daar met Christus, gaan wij in heerlijkheid, gaan wij daar verschijnen. Nadat hij eerst aan ons geopenbaard is, hij komt ons halen. En waar gaan we dan heen? Naar de derde hemel, hè? Niet naar de tweede. Maar let op. Wij gaan eerst naar de derde hemel, naar de Vader waar God woont. Want de tweede hemel, die is nog niet. Daar is Satan nog. Die moet nog daaruit geworpen worden. Hè? Let goed op. Maar dat is dus daar in de heerlijkheid. Het betreft in heerlijkheid geopenbaard worden. Dat betekent in die plaats daar eenmaal zullen wij daar geopenbaard gaan worden. Dat onderdeel van dat plan. Daar zitten wij in.
Het is allemaal zo groot. Ga mee 1 Timotheus 6 vers 14. 1 Timotheus 6 vers 14. Nou, en Paulus zegt daarover, 6 vers 14. Dat Christus, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning, kijk, van onze Heer Jezus Christus. Dat is als hij ons komt halen. Welke te zijn de tijd zal vertonen, de zalige en alleenmachtige Heer, de Koning der Koningen, Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Daarom is het ook donker in de tweede hemel, want daarboven, daar is het licht wat ontoegankelijk is voor iedereen, behalve als wij naar de Heer toe gaan. Maar zometeen zal dat licht, zal naar, als, dat, als Christus, als God op aarde gaat wonen, de derde hemel, het nieuwe Jeruzalem naar aarde gaan, dan zal die duisternis daar ook verdwijnen. En dan zitten wij in die heerlijkheid daar, in dat licht wat nu ontoegankelijk is. Dat zal dan daar ook zijn met de aarde als centrum. Dat is onze toekomst, broeders en zusters. Ja, ik weet het, dit gaat allemaal over leer. Ja, maar het is ook belangrijk om te weten, want hij heeft het opgeschreven, opdat wij het zouden weten, toch? En niet in onwetendheid rondlopen. Nou, goed, dan zijn we daar en dan gaan we naar 2 Timotheus 4 vers 8. En Paulus spreekt erover, het is aan het eind van zijn leven. En dan zie jij dat hij heeft de goede strijd gestreden, vers 7. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Hij is niet afgevallen van het evangelie wat de Heer Jezus aan hem geopenbaard heeft. Geen water in de wijn. Hij heeft de hele raad verkondigd. Niets eraf gedaan en niets aan toegevoegd. En dan zegt hij, voorts is mij, en daarom, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Een kroon heeft te maken met wat? Wie draagt in Nederland een kroon? Nou, ik heb Alexander nooit met een kroon gezien. Dat zie je, Alex. Eigenlijk zou het wel moeten. Nou, had hij bij de kroon, had hij eigenlijk een kroon op zijn hoofd met, weet ik eigenlijk niet eens. Nee? Oh, het zou eigenlijk wel moeten. De koningin van Engeland wel. Ja, maar die is ook echt de koningin. Hier is het hoofd van, is officieel is Alexander de koning. En Maxima staat aan het onderen. Ze is wel dan de koningin, maar zij draagt een kroontje. Ja. Maar goed, de kroon heeft dus te maken, daar gaat het even om, heeft te maken met regeren. Ja? En je ziet hier dus, Paulus is trouw gebleven, dus de trouw aan dit evangelie is jouw investering voor wat jij straks gaat doen. In die sferen daar, de hemelse plaatsen, de hemelse gewesten. En dat heeft alles en alles met regeren te maken. En kijk, als je in 2 Timotheus 2 vers 11 en 12 ziet, de voorwaarde is in vers 11, dit is een getrouwwoord, als wij met hem gestorven zijn, dat is Romeinen 6, ik heb geloofd, zo zullen wij ook met hem leven. Inderdaad, Christus is mijn leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Zie je, als wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen, dat is regeren. Alle geloven van het lichaam van Christus zijn gesteld boven alle overheid en macht. En zoals we in dit land ook hebben, hebben overheden, machten en krachten. En die zijn er. Als je naar Lucas gaat, dan weet je over de 10 ponden, die gelijkenis. Dat als ze trouw zijn, de apostelen en elk lid van de kleine kudde, dan moeten ze verantwoording doen aan Christus. Dat is eigenlijk de uitleg. En wat heb je met die ponden gedaan? Nou, ik heb ze, hoeveel was het? Vertienvoudigd, geloof ik. En de ander verdrievoudigd en de ander heeft niks mee gedaan. Oké, jij bent getrouw geweest, jij krijgt 10 steden. Die ene die het wat minder gedaan heeft, die krijgt 3 steden. En die andere die niks heeft gedaan, die krijgt niks. Ja? Maar zo vergelijkbaar is het ook met ons. Ja? Wij zullen gaan regeren en als je zo kijkt, als nogmaals dat filmpje ook zo keek. Ja, je ziet natuurlijk, ja, je ziet de sterrenstelsels, maar meer zie je eigenlijk niet. Maar God is een God van structuren en wij zien, het is nu onzichtbaar, maar ik weet niet wat we allemaal nog gaan zien in de toekomst. Maar daar zijn overheden, machten en krachten nu aanwezig. Die zijn er zonder meer. En wij zijn ervoor, wij gaan delen. Paulus heeft de kroon der rechtvaardigheid gekregen.
En wij lezen heel veel in de Bijbel over machten en krachten. Wij delen in de regeringstaken. Jaap zei het al, het heeft met regeren te maken. En Christus is natuurlijk het hoofd. Ik denk zelf dat Paulus daarna het hoofd is. Net zoals in Israël, koning David dan in Israël op de troon zal zitten. Maar dat is een rijk van engelen daar. De uitverkoren engelen. Wie zitten er nu? De gevallen engelen. Maar die zitten ook met structuur en Satan is daarvan het hoofd. En die bestuurt nu de boel, maar zo meteen gaan wij dat dus doen. Er zijn overheden en machten. Er staat niet voor niks in de Bijbel. Kijk in Colossenzen 1 vers 16. Dat heeft toch met rangenorde te maken. Colossenzen 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Hier hebben ze die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Dus in de onzichtbare wereld zie je ook tronen, heerschappijen, overheden, machten. Ik geloof dat met de troon is in dit geval, in dit rijtje, is het hoogste. Je kan maar één, je hebt hier in Nederland één troon. En daar zit Alexander op. En dan gaat het naar beneden. Dus je ziet hier troon en dan krijg je wat lage heerschappijen. Nou, dan denk ik dan bijvoorbeeld aan de landelijke overheid, de regering. En dan krijg je bijvoorbeeld provinciale overheden. En dan krijg je gemeentelijke overheden. En dan heb je in onze gemeente heb je ook weer... ook weer overheden, die gaat daarover, die gaat daar. Zo moet je het vergelijken. Zo zal het eenmaal zijn. Die overheden machten, en die zijn nu natuurlijk niet in Christus, maar wij gaan, kijk, en Christus is daar het hoofd van. Want kijk in vers 10, daar staat, gij zijt in hem volmaakt, Colossenzen 2 vers 10, die het hoofd is, kijk, van alle overheid en macht. Christus is het hoofd van alles. Hij is bovenaan. En wij zijn met Christus daarboven gesteld. En Christus heeft die overheden machten verslagen. In vers 15 zie je ook staan, de overheden machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. Aan het kruis is het openbaar. Dat lijkt een nederlaag van Christus, omdat hij daar gekruisigd is. Maar het is de overwinning over de overheden machten. Want daardoor hebben zij hun doodsvonnis getekend. Daardoor zijn ze hun macht op aarde kwijt. En daardoor zijn ze de macht in de hemel kwijt. Zie je maar, hij heeft overheen getriomfeerd. Dus Christus, die machten en overheden zijn er. Ik heb het even over de gevallen, de slechte machten. Christus is het hoofd en hij heeft hun verslagen. Dat zien we hier aan het kruis. En wij zijn met Christus, als we een paar bladzijtjes teruggaan, Efeze 1 vers 21. Kijk, in vers 20 zie je dat Christus is uit de dood opgestaan en is aan de rechterhand van de Vader gezet in de hemel. En dan zie je ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En ook alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen, al deze dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus Christus is het hoofd van alle macht en kracht, maar wij in Christus zijn ook boven alle macht en kracht gesteld. Dat is onze positie. Ze zijn verslagen en wij in Christus, wij hoeven niet bang te zijn die overheen de macht en kracht, hoor. Helemaal niet. Zij zijn bang voor ons, al zijn we de genade evangelie verkondigen wij constant de nederlaag. Maar wij hebben wel de strijd tegen hun. Hè? Dat weten we in Efeze 3 vers 10. Zie je, wij zijn boven hen gesteld, maar ze vechten voor wat ze waard zijn. Ik moet altijd denken aan Hitler in de laatste dagen. Heel Duitsland, en het kwam centreerde zich om Berlijn, het was toch al lang duidelijk, maar hij heeft zelfs kinderen alles in de strijd gegooid en om zoveel mogelijk in zijn val mee te sleuren, de dood in. En Satan zal vechten tot de laatste snik tegen dit evangelie. Dus dat is de strijd die we hebben. En dat weet je, dat lees je in 6 vers 12. Daar zie je ook die macht en overheden staan. Ja, Efeze 3 vers 10, het laatste, dus zie de overheden en machten. Dat is waar wij dus bekend maken aan hun. En in 6 vers 12 zie je ook die overheden en machten staan. En daarna moeten wij ook de geestelijke wapenrusting aandoen. Maar nu wil ik met jullie naar Openbaring hoofdstuk 12. En daar doelde ik net al op toen ik zei, waar gaan wij heen als wij worden opgenomen? En ik zag een klein beetje vertwijfeling. Maar dat is inderdaad naar de derde hemel. Als Christus ons onthalen en wij gaan door de tweede hemel heen,
Wie is daar nu Heer en Meester? Dat is het domein van Satan. Dus wij worden, dat is ook ons escorte, denk ik. En als we het hebben over een wolk, ja, misschien de wolken, zeg maar, dat zijn, is een wolk van engelen, ik weet dat niet. Maar ik denk wel dat dat gepaard gaat met legioenen van engelen. Ik denk niet dat de Heer Jezus Christus alleen naar beneden komt. Ik denk dat hij met zijn legers komt. En dan gaan wij daar door het domein van Satan, worden wij zo naar de derde hemel getransporteerd. En dan zullen wij voor altijd met de Heer zijn, zegt Paulus, toch? Voor eeuwig in de hemelen. Hemelen. Maar het is niet de derde hemel, hoor. Dat is onze tijdelijke verblijfplaats. Totdat zijn zwaard, wat we net lazen, als dat zwaard wordt gewet in de hemel, dat is dronken van bloed, dat gaat thans naar beneden toe. En dat kan pas als wij zijn opgenomen naar boven. En dan kan hij van bovenaf, gaat hij de boel reinigen. Kijk, in Openbaring 12, vers 7. Er werd krijg in de hemel, is oorlog. Michael en zijn engelen krijg. Kijk, wij hebben hier wel de strijd tegen de overheden machten. Satan en zijn trawanten. Maar de fysieke strijd, die gaan wij niet voeren, hoor. Dat doet Michael, de aartsengel, en zijn engelen. Dat zijn de uitverkoren engelen tegen de draak. En wie is de draak? Dat is Satan. De draak krijgt ook, zie je, Satan heeft ook zijn engelen. Zie je, daar is de oorlog. En hij gaat het voor ons doen. Waar zijn wij dan? In de derde hemel. En dan zie je, en zij hebben niet vermocht. Satan heeft niet kunnen winnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Welke hemel? Tweede hemel. Precies. Dus als die plaats, als zij er niet meer zitten, wie zijn dan nog? Dan heb je daar de uitverkoren engelen. En dan zie je, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan. Dan zie je, het is allemaal benamingen voor Satan, hè? Een grote draak, een slang, duivel, Satan. Die de hele wereld verleidt. En hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus je zou kunnen zeggen, de boel is leeg. En daarom zegt Petrus ook. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daarom hebben wij dat ook uit het liedje geschrapt. Want dat is letterlijk namelijk zo. Dus hij wordt ook een leeuw genoemd. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. Je ziet hier, hij is nu op aarde en dan wordt het plan, de antichrist is een roede in Gods hand. En die gaat dan staat hier ook, die de hele wereld verleidt. Gaat die de hele wereld verleiden. Nou ja, dan zijn wij dus, de zalige hoop zijn wij opgenomen. En zijn wij bij hem. En dan zullen wij dus daar eenmaal geïnstalleerd worden. Kom ik volgende keer nog op. Want er is ook een tekst waar Paulus dat laat zien. En dan worden wij aan de Vader voorgesteld. En dan gaan wij daar regeren. Maar dan moet wel bekend zijn. Wat is jouw taak? Wat is jouw taak? Wat ga jij doen? Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Zie je, dus wij nemen hun plaats in straks na de opname en nadat deze gebeurtenis plaatsgevonden heeft. Dus als Paulus in Titus 2 vers 13 zegt, de verschijning van der heerlijkheid, zijn erfenis in ons zal bij de opname geactiveerd gaan worden als wij de rechterstoel van Christus gepasseerd zijn. Wij gaan naar de Here tegemoet en dan gaan wij de rechterstoel voor Christus. Kan je nagaan, miljarden mensen gaan één voor één, zullen we allemaal voor Christus verschijnen. Als je erover na gaat denken, hoe kan dat dan? Iemand zei wel eens, naar de hemel, ja nou joh, dat is toch veel te vol daar als we daar allemaal heen gaan. Nou, ten eerste gaat niet iedereen naar de hemel. Ja, dat is alleen het liggen van Christus. En nou, als je even gaat kijken hoe groot het de tweede hemel is, nou dan... Dan kun je er wel een paar kwijt, hoor. Maar dat is een enorme gebeurtenis. En dan zie je, wij gaan daar geïnstalleerd worden. En dan, als wij dus zijn opgenomen, de zalige hoop, daar zien we naar uit. Dus je ziet, het is meer dan alleen van, nou, ik ben gered en de Heer komt me halen en ik ga naar de hemel. Daar zit veel meer aan vast. Dat is een onderdeel van dat plan. Om alles wat in de hemel is en op aarde in Christus te brengen. En als wij daar zijn en we zullen eenmaal in die tweede hemel zijn, dan is 50%... van het plan van God is dan gerealiseerd, want dan is alles daar in Christus en dan hou je de aan nog over. En dat gaat dan met via Israël gebeuren. En dan zie je 1000-jarig rijk wat gaat komen. Nou, wat ik nog las, dat is ook, zitten wij in Titus 2, vers 13? Dan zegt hij nog iets bij. En dat wou ik nog eventjes lezen. Want je leest zo gauw overheen, maar...
Verwachtende zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Grote God en zaligmaker. Dat betekent 2 is 1. Ik ben Jan Stelma, ik ben een leraar van het woord van God en een parketeur. Ik ben het allebei. Christus is zowel God als mens. Ja? De mens Jezus Christus. Het is net zoals die kameling zegt. Want Petrus zegt het trouwens in zijn brief ook, maar daar ga ik niet heen. Die zegt hij ook, nou ja, het is een paar bladzijtjes verder. Ik zal het even gauw lezen. Waar zegt het ook weer? 2 Petrus 1 vers 1. Vergelijkbaar. Oh ja, hij zegt daar, de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Wie zegt nou dat nergens in de Bijbel staat dat Christus God is? Dan maken ze soms wat anders van God en onze zaligmaker. Dus het gaat over God en Christus. Nee, dit is allebei hetzelfde. Hij is namelijk God en hij is onze zaligmaker. En de handelingen, of in handelingen zegt de kamerling, die zegt bijvoorbeeld, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En in dat vers zie je het staan. Want als je zegt, ik geloof dat Jezus, dan spreek je over de mens Jezus. Dat hij de Zoon van God is. Wat ben je dan? Weer God. Christus is God en mens. Nou, en hij is de grote God en zaligmaker. Paulus zegt heel mooi in Filippenzen 2, daar wil ik met jullie heen. Zegt hij, wat dat betekent. Hij is natuurlijk gelijk aan ons geworden, Filippenzen 2. Christus is God en hij is redder. Hij is onze grote God en zaligmaker. Dus hij is God en hij is ook onze redder. En ook hij is ook God en hij is mens. En dat zie je, er is bijna geen, nou volgens mij is dit wel de een van de meest duidelijke teksten over de menswording van Christus. Net zoals Johannes 1 dat ook is, maar in vers 6, Filippenzen 2 vers 6, die in de gestalte is God zijn is Christus, geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Nou, dan moest ik dus denken toen ik die filmpjes keek van het universum. Dan zie je die aarde en dan denk je, nou, dat is heel wat en dan zie je ons al niet eens. Maar als je dat verder en verder gaat, dan denk je, en heeft die grote schepper die dit alles gemaakt heeft, die is gelijk geworden aan zo'n stofje in dat hele universum, aan ons. Moet nagaan hoe belangrijk die aarde is en hoeveel hij om ons geeft, dat hij dat gedaan heeft. Maar heeft zichzelf, ja, is een mens gelijk geworden en in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood is kruisus. Ja, Christus was mens en hij is God. Hij is God en gelijk aan de mens geworden. Dat is duidelijk, hè? Onze grote God en zaligmaker. Maar er is meer, want als je verder leest, dan zie jij dat iedereen zal voor hem buigen. Kijk, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Waar zijn we mee begonnen? Dat eenmaal, wie zal verhoogd worden? Er zal er maar één. En dan zie je staan, uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. En belijdenis is geen behoudenis, hè? Het is een gedwongen erkennen dat wat? Dat Christus niet, wij zeggen, Christus is de Heer. Nee, wat zeggen wij? Christus is mijn Heer. Maar de hoogmoedigen, die zeggen dat niet. En die zullen hier gedwongen moeten buigen door de knieën gaan, erkennen dat Hij de Heer is. En dan komen we precies waar we mee begonnen. Dat God, Jehovah, zijn naam alleen zal verhoogd zijn en verheven zijn. En de rest, alle hoge ogen en mensen, die zullen gebogen worden. En je ziet hier, en wat zien we later bij Openbaring 20 staan voor de grote witte troon? Dan zien ze staan voor Christus en dan zullen ze daar geoordeeld worden. En ze zullen gedwongen, ze zullen niet anders kunnen erkennen. In het leven kan je nu, je kan God bespotten, je kan de vreselijkste dingen over hem zeggen. Want ze zien geen oordeel, ze denken, nou ja, maar daar komen ze helemaal achter. Dat zal eenmaal veranderen. En Jesaja, dit is een aanhaling uit Jesaja, die citeer ik even, die zegt, wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf. Als God bij zich, wij moeten zweren bij God.
bij een hogere macht. Maar er is geen hogere macht dan God. Als God zweert, dan zweert hij bij zichzelf. Dus het gaat ook gebeuren. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat alle knie voor mij gebogen zal worden. En alle tong zal mij zweren. Dus Paulus zegt hier, hier heeft hij het over Christus. Oude Testament spreekt over Jehovah. Zie je dat Christus is God. En iedereen zal voor hem moeten buigen. Hij heeft de naam boven alle naam. Dus hij is Heer, hij is de Heere der Heren. Hij is de zalige en alleenmachtige Heere, zegt Paulus. En hij is Heer en de grote God en zaligmaker. Ik moest heel erg sterk denken aan wat jij hebt meegemaakt op Schiphol. Dat die man zei, de autoriteiten, iemand die zei van, wat ging het ook in mijn body? Hij zei van, ik ben alleen de baas. Nee, niet. Ben jij de baas? Nee. In de Bijbel, wie is dan de grote God? Dus wij zeggen, God is groot. Maar we kennen nog een partij die zeggen, wie is groot? Allah is groot. Dat is niet zo. Groot is de Diana der Efezeren. Zie je in Handelingen 19. Groot, zie je dat woordje groot? Dat betekent groot, hij is de allerhoogste. Maar er is maar één. Iedereen zal de knie buigen. Iedereen. Maar niet voor Allah, maar voor Jehovah God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Alleen Christus is groot. Ik heb, die gaan we niet opzoeken, maar ik heb een paar teksten daarover opgezocht. In 2 Samuel 7, vers 22. Daarom zijt gij groot, Heere God. Want er is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij. Naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En uw naam wordt groot gemaakt. Zie je dat woordje groot, dat het misbruikt wordt. Er is maar één die groot is, hoor. Inderdaad, er is maar één de baas. Ja? En dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 2 Kronieken 2 vers 5. Het huis dat ik zal bouwen zal groot zijn, want onze God, Jehovah, is wat? Groter dan alle goden. En een aantal psalmen. De Heer is groot en zeer te prijzen. Psalm 86 vers 10. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Psalm 95 vers 3. Want de Heer is een groot God, ja een groot koning boven alle goden. Psalm 96 vers 4. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden. En zo heb ik er nog een aantal. En Psalm 135 vers 5. Ik weet dat de Heer groot is, Jehovah. Jeremia 10 vers 6. Omdat niemand gelijk u is, o Heere, zo zijt gij groot en groot is uw naam in mogendheid. En dit is wel mooi. Degene die nu zeggen, nee, Boeddha is groot, of Diana, of Maria, of Allah is groot. Ja. Dat kan allemaal veranderen. Iemand kan toch tot geloof komen. En dan zal die zeggen, de Heere is groot, Jezus Christus is groot. En dan zal die vrijwillig gebogen hebben. Voor de naam boven alle naam. In Malachi 1 vers 5. Uw ogen zullen het zien. Gij lieden zult zeggen. De Heer is het groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Maar in vers 11 zie je staan. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. Over de hele wereld zullen de heidenen op aarde ook zeggen. De Heer is groot. En alle plaats. Nou, er staat nog een aantal. En dan nog een tekst, dat is Lucas 1 vers 31, 32. Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. En de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou, in Openbaring 15 ziet het ook staan. Groot en wonderlijk zijn uw wegen, gij almachtige God. Dus ja, Filippenzen, ik sluit nu af, Titus. Dat, je ziet, de Bijbel staat er vol mee. Dus nogmaals, als wij denken, hè, de titel is ook, wat verwachten wij bij de opname? Als die Paulus spreekt over de zalige hoop, dat wij die verwachten naar uitzien in de verschijning van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, is veel meer dan als alleen even, wij gaan naar de hemel toe. Je ziet, we hebben een geweldige, wij maken deel van een gigantisch groots plan. En dat je het nu niet ziet, dat zegt niks, want dat gaat wel gebeuren, Gods woord zegt het. Dus wij hebben hier misschien met dingen te maken die niet altijd leuk zijn. Maar we hebben een geweldige toekomst in het verschiet. En dat is dus wat er gebeurt als de Heer ons komt halen. Hè? Wij maken nu al reeds deel van dat plan. En zullen opgenomen worden in heerlijkheid. En dan zal Christus eenmaal ook op aarde, zal alles en in allen zijn. Geweldige
boodschap. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik dank u wel voor deze heerlijke boodschap. Uw woord, Vader, liegt niet. En het is dankzij Paulus dat wij nu licht hebben op dat hele plan van u. En wij maken deel van dat plan uit. Het is iets geweldigs, Vader. We danken u, Vader, dat wij zijn gered van de toekomende toorn. Dat we eenmaal ook zullen, ja, we hebben het reeds geërfd, maar wij zullen dan ook zometeen die erfenis ook echt gaan krijgen en daar ook gaan wonen, gaan regeren met u, Vader. Vader, wie zijn wij toch, dat u naar ons omziet. Wij zijn een stofje op de weegschaal en een druppel op een emmer water eigenlijk. Stelt helemaal niks voor. En toch heeft u uw leven gegeven voor ons. U bent aan ons gelijk geworden om ons in uw plan in te schakelen en de erfenis te verkrijgen. Vader, dank u wel voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké. Okay.